Waar ik tegenaan liep toen ik voordat ik de expertopleiding ging beginnen, dat was vooral dat ik meer kennis wilde gaan vergaren over marketing en sales. Het enige waar ik over twijfelde, dat was in eerste instantie de investering. Want het is een behoorlijke investering. Maar ja, aan de andere kant, als ik allerlei losse opleidingen zou gaan volgen, dan zou je hetzelfde of zelfs nog wel meer kwijt zijn. Dus dat was uiteindelijk geen belemmering meer. Wat het mij nu gebracht heeft, dat is dat ik een eigen online academy heb staan. Waarbij ik de hele marketing en sales, wat ik van Danielle heb geleerd, daarin kan verwerken. Samen met mijn ervaring als eventmanager heb ik gewoon een prachtig opleidingsprogramma kunnen samenstellen. En dat heb ik echt niet kunnen doen zonder die expertopleiding. Ik merk dat de rol is veranderd. In eerste instantie deed ik echt het werk voor de opdrachtgever, wat de opdrachtgever mij aangaf. En nu geef ik aan wat er moet gebeuren. Er is een hele changing gekomen waarin ik leading ben voor de ondernemer. Ik vertel de ondernemer wat er moet gebeuren, hoe we het gaan doen en het is niet meer andersom. Dat komt omdat ik zowel persoonlijk als zakelijk ben gegroeid binnen de expertopleiding. Zakelijk in de zin dat ik heel veel kennis heb verkregen op marketing, sales, coaching, advertising, etc. En het gaat echt van A tot Z. Het gaat heel erg de diepte in, waardoor ik ook vol zelfzekerheid aan mijn klanten kan vertellen wat er moet gebeuren en hoe we dat moeten gaan doen. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan mensen die verder willen groeien, die meer willen, die voelen dat ze meer kunnen en meer willen in het leven. Die misschien nog een persoonlijke groei door moeten maken omdat ze onzeker zijn om bepaalde dingen in de markt te zetten. Maar ook die zakelijk veel meer willen groeien.